Hier, midden op de Dam, vindt u het Huis de Poort. Sinds 2005 is dit niet alleen een oud-katholieke kerk, maar ook een plaats waar veel unieke evenementen worden gehouden. Deze evenementen worden georganiseerd door de stichting Het Huis de Poort. Ad van der Kouwen is voorzitter en hij kan ons alles vertellen over deze bijzondere plek. Ad, hoe zou je het Huis de Poort omschrijven? In eerste instantie is het Huis de Poort dat waar het voor gebouwd is, een kerk. En in tweede instantie is het de ruimte die wij als Stichting Huis de Poort gebruiken voor allerlei culturele activiteiten. Dus concerten, literaire avonden, films, debatten. Waar wij naar streven is om evenementen te organiseren die de moeite waard voor zijn om naar Schiedam te komen. Die ze eigenlijk nergens hebben. Dus we proberen altijd dingen te doen die bijzonder zijn. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Maar bijzondere combinaties maken, bijzondere mensen uitnodigen. Dat is waar we toch vooral naar streven. En als het even kan, dan proberen we soms ook dingen te combineren. Zoals onlangs hadden we bijvoorbeeld de dichters Starik en Koenengracht uitgenodigd. En dan samen met jazztrompetist Erik Vloeimans. En dat zijn dan mensen die hebben elkaar in principe nog nooit gezien. Die ontmoeten hier elkaar en die gaan hier samen min of meer improviserend hun programma doen. Dat is een voorbeeld. Maar er gebeuren ook hele andere dingen. Zoals komende maandag dan hebben we hier uit Japan vader en zoon Suzuki die hier op twee klaverzimbels komen spelen. Met name vader is heel beroemd, maar eigenlijk hebben ze nog nooit zo op deze manier samen een concert gegeven. Nou, dat komen ze dan hier in ons kleine kerkje komen ze dat doen. Ik zie hier een hele hoop bijzondere dingen, maar wat vind je zelf leuk aan deze kerk? Nou ja, het is natuurlijk altijd leuk om over de ramen te vertellen. En iedereen die hier in de kerk zit, die kan zich nu vergapen aan een paar honderd Schiedammers. Variërend van Gerard Reven tot Wilma Verver, om maar een paar prominente te noemen. Literaire avonden moeten topkwaliteit zijn, maar voor de rest gaat het ongelooflijk informeel met hapje, drankje, gezellig nakletsen, ook altijd met de artiesten. Zoals als bijvoorbeeld Masaki Suzuki hier komt. Op het concertgebouw kun je die alleen maar op honderden meters afstand zien. Hier kun je hem een hand geven, zijn handtekening vragen en gezellig met een kletsen als je wilt. Oké, nou, duidelijk, bedankt.